Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls en welkom bij alweer een nieuwe video. En vandaag heb ik weer een pakketje bij van bol.com. Ik heb iets nieuws besteld. Ik heb het al gisteren al gezegd, maar vandaag gaan we dus een pakketje open doen. Dat ik heb gekregen. Wat, oh wat zou het zijn? Ik weet het al. Het is Elgato HD60X. Ik heb dus een nieuwe capture card besteld. Speciaal voor mijn gameplay. Om PS5 op te nemen op de Mac. En die zou normaal gezien op de Mac moeten gaan. Ja, die gaat op de Mac. Dus ja. Heel goed. Dus ja, ik heb mijn nieuwe capture card. De HD60X. Al die rolt uitkomen natuurlijk. Hier is de doos waar de HD60X en de rest van de toeboer insteekt. Oké, we krijgen eerst een papiertje. Ga ik gewoon neerleggen. Hier is de device. De HD60X. Hier zien jullie aan de voorkant. Ik ga even dichter komen. Ja, het licht ziet er niet goed, maar hier op de voorkant zat HD60X. Hier zijn de poorten. Een USB. USB-C. HDMI in, HDMI uit. We krijgen hier ook een USB-C naar USB-A. Kabel bij. Wat wel heel plezant is. Om dat erbij te krijgen. Ah ja. Anders kun je daar niet mee werken. Ik ben eventjes van de dingen aan het doen. En dan gaan we vandaag misschien nog eventjes streamen. Het is vandaag woensdag. Woensdag. 20 maart 2023. En deze video komt pas in mei aan april of zo online. En hier heb ik nog de HDMI-kabel dat erbij zit. Voor een HDMI 2.0 kabel. En nu gaan we eventjes. Dus ja, deze video. Die HDMI-kabel. Allee, die HDMI. Verbinden met. HD60X en gaan we beginnen opnemen, denk ik. Dus ik ga hem nu eventjes installeren. Dan ben ik bij jullie terug. Dus dan ga ik eventjes opname stoppen. Oké, boys and girls. Het is mij gelukt om de capture card van Elgato eindelijk klaar te krijgen. Het is nu dat we nu mijn team gaan zien, dus op gaan nog altijd base player Alisson. Dan op rechtsback hebben we base icon Zambrotta, centerback Van Dijk, base player op rechts en links centerback Varaan, Winter Wildcards. Op linksback Tommy Team is hier honorable mentions. Joao Cancelo. Rechts meer voetballers Kulusevski is een upgrade. Dan op center met Alex. Oxlade Chamberlain zijn upgrade aan voetballers. Op links midden Luis Diaz upgrade voetballers. Op rechts centraal aanval middenveld Socrates. Prime Icon. Op center mid, centraal aanval middenveld links. Jack Grealish, zijn base, footballers card. En in de spits, upgrade, footballers, Bamford. Dan op de reserve van Cantona, baby icon, Brand, player van de Bundesliga, dan eerste. Dan mid, Kaka, base, Zola en Kolasinac, showdown. Dan
op de wisselbank. Mid Stoichkov, Coulthard Salah, Coulthard Benzema, Coulthard Kimmich, Coulthard De Bruyne, Coulthard Son en Coulthard Courtois. Dat is ongeveer mijn team waar ik nu heb staan. En ja, wij kunnen meedoen met de Champions. Normaal gezien. Dus dat gaan we doen in een streampje vanavond. Ja, ik heb vanavond een streampje normaal gezien gepland. Ja. Dus ja, let's go. Ik heb vanavond een steempje gepland waarschijnlijk. Maar de weken krijgen we deze avond en dan voetballers eerst doen. Ik moet nog een draftje doen. Dus ja. Dat moet ik nog doen en dan koning 40 moet ik ook nog doen, dus ja, dat is een beetje mijn dingen van morgen. Een beetje gaan streamen, niet te veel nadenken. Misschien hebben we nog een 10 munten pakket. Nee, nog niet. Dat is een avond ondernemen, 10 munten pakket. Oké, boys en girls. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik lig nu in bed. Dus ja, we hebben dus de capture card geunboxed. En ik lig nu in bed. En nu ga ik deze video editen. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. En ja. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de gameplay van de capture card en van de capture card unboxing zelf. En dan zie ik jullie guys graag terug bij een nieuwe video. Bye bye! Yeah.